Goedemorgen allemaal en welkom bij een stralende dag vanuit Frankrijk. Sven en ik zijn op windsport en ik heb mijn gear alweer aan. We gaan zo de berg op in deze vreselijk slechte weersomstandigheden. Strak blauw. Het is voor ons nu woensdag. Dat zijn de pisten waar wij zeg maar moeten eerst die nemen en dan kunnen we daarna de grote pakken. Het is woensdag en we hebben er zin in. Ik neem jullie mee. Wij zijn terug van een heerlijk dagje op de piste. Nu even op het balkon. Ik denk dat we zo eventjes een cadeautje voor de kids gaan scoren. Vliegen hier grote hommels. Niet normaal. Oh. Kijk, daar zijn de piste. Nu zie je ook echt oprecht mensen bewegen daar. Ja, en het is eigenlijk, zeg maar, de lucht ziet er nog zo uit als vanmorgen. Schoenen staan even hier uit te wazen. De skis staan in de lokker, maar als je daar je schoenen in zet, worden ze drijfnat. Dat is niet echt heel relaxed voor de volgende ochtend. Dit is trouwens ons appartement. Ze heeft zijn broek op de knieën. Maar gelukkig heeft hij er nog een thermo-ding over. Maar goed, dit is ons appartement. Let niet op de zooi. Want ja, dat vinden we wel best zo. En dan zit achter die deur de slaapkamer en daar de badkamer en daarachter het toilet. Wij hebben ons klaargemaakt en we gaan nu lekker uit eten. We wilden eigenlijk nog de sauna in, maar om een van de redenen was het zwembad dicht met de sauna daarin. We denken, omdat er net een groepje, we denken een schoolklas of zo, kinderen was die daar een beetje te wild maken. Maar het was een aanname, dat weten we niet. Maar in ieder geval konden we daar niet in, dus dan niet. Maar nu, ik probeer een pasje in mijn portemonnee te doen. Ik krijg zeg maar korting bij het restaurant wat wij heel lekker vinden. De eerste keer hadden we het niet in de gaten, maar nu wel. Dus nu nemen we dat pasje mee. Dus ik neem jullie mee. Ik heb trouwens een jurkje aan en nog mooie skisokken, maar ik ga zo mijn schoenen aandoen. Nou, dit is het allemaal. Ik vind dit dus echt fantastisch. Dit is echt love it. Vraag maar aan Sven, ik eet echt hele pakken van dit spul op. Gewoon Franse groene salade met dressing. Oh, love it. We gaan ook vergeet rock bottom here. Ik weet niet, ik vind de aardappels lekker, maar ik weet niet of ik dat nou per se in de kaas moet doen. De muziek zit trouwens heel hard. Het komt omdat wij nog de enige zijn hier. Of het is echt laagseizoen, dus misschien dat we sowieso de enige zijn. Maar we waren van de week ook niet zo druk, maar het was het weekend. Wij zitten heerlijk. En verder niemand. Het is hierboven ook nog zo. Het is normaal wel een hele grote tent. Het is ook heel ongemakkelijk op het nieuws, toch, hè? Goedemorgen allemaal. Het is donderdag en het is hoe laat is het? 7:30. Dus we gaan zo opstaan en de berg op. Ik heb helemaal rood hier omdat ik steeds een tranenoog heb in de sneeuw. Dus ik ga vandaag een andere zonbril op doen. Misschien helpt dat. Hier heb ik het ook een beetje, maar een beetje meer. Ik ben inmiddels gedoucht en ik dacht, ik geef even een tippie. Ik neem altijd dit mee op vakantie. Dit is van de Body Shop. Dit is de Honey Bronze Drops of Sun Holiday Glow Creator. En wat veel mensen doen is dat ze, als ze op vakantie gaan, dat ze een donkere foundation meenemen. En die dan mengen met hun normale foundation. Volgens mij is het een vlekje op het scherm. Maar wat ik altijd heb op vakantie is dat ik niet zozeer meer foundation wil. Want ik krijg ook altijd sproetjes. Dus dat wordt er allemaal niet mooier op, maar wel, zeg maar, bijvoorbeeld in dit geval gebruik ik dan de Bare Minerals Complexion Rescue, gewoon een tinted moisturizer. Maar die wordt, als ik dan sproetjes krijg, wordt die grauw. Dan doe ik een drop of sun bij. En dan, nou, dan is de kleur meer matching en dan is hij ook net iets minder dekkend. En dat vind ik dan heel fijn. En wat ik dan s'avonds doe, ik heb als foundation heb ik de Chanel Vitalumière Aqua bij me. Die is, ook echt een lichte dekking, maar daar meng ik hem dus ook mee. Dus dat is een tipje als je denkt, ik wil niet een heel foundation hoofd hebben op vakantie, maar ik wil wel mijn kleur een beetje aanpassen van mijn tint moisturizer ofwel foundation, maar dat hij dan iets minder heftig foundation wordt, dan is dit echt een aanrader. Dus dat is een tipje. Wij gaan nu ontbijten en dan aankleden bergop. Ik heb me opgemaakt en ik word helemaal debiel van mijn traanoog, want het blijft maar tranen. En dat maakt het dus steeds nog geïrriteerder. Maar goed, ik doe vandaag een andere zonnebril op. De zonnebril die ik op had was wel categorie 3, dus dat is op zich windsport. Maar ja, het is gewoon super felle zon en natuurlijk die kraakheldere sneeuw. Dat je denkt, ja, dat reflecteert natuurlijk de hele dag enorm. En als je dan eenmaal een traanoog hebt, dan stopt het blijkbaar niet meer, zoals je ziet. Ik heb een heel basic make-upje op. Wat ik elke ochtend gewoon doe is dus nou ja, de tinted moisturizer van Bare Minerals, zoals je net zag. En dan doe ik een beetje dip, een beetje wenkbrauwpotlood voor de gaatjes. Dit is de Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil. De Max Factor Miracle Touch Creamy Blush in Soft Pink. Want ik vind het gewoon lekker natuurlijk staan. Zeg maar gewoon alleen maar een beetje... Ik bedoel, je hoeft niet full glam zo'n berg op. Dus alleen maar een beetje crème blush gewoon voor het gevoel. En een beetje van deze Becca Shimmering Skin Perfector in Opal. En wat ik nu nog even ga doen... ik heb trouwens gewoon mijn mascara op. De... Dior Show Pump and Volume. Een hele fijne mascara. Hij heeft ook een soort functie dat je hierin moet drukken, maar ik snap niet helemaal het nut. Maar ja, ik heb natuurlijk gewoon wenkbrauwgel op van de Hema. En dan heb ik nog waterproof eroverheen. Dat heb ik ook wel nodig. Deze, de Maybelline Lash Sensational in waterproof. En ik heb onder mijn ogen nog de Bourjois Radiance Reveal Concealer. Dus dat is eigenlijk alles wat ik opdoe. En wat ik dan ook doe is deze. De Highlighting Eyeshadow in Highlight to Hell van Catrice. Die is gewoon wit. Gewoon wit. En dan doe ik gewoon een klein beetje in mijn ooghoekjes. Dat vind ik een soort, nou ja, een soort gezellig sneeuw-effect geven. En that's it. Dus gewoon een heel basic make-upje. Want ja, meer heeft de mensen niet nodig op een berg. En dan heb ik voor... Oh ja, en ik heb nog een klein beetje Honey Bronze op van de Body Shop. Kijk eens jongens. Wij zijn aan het lunchen en het is hier nogal wild. Dat moet je ook weer gedaan hebben. En we gaan zo lekker met elkaar beneden skiën, want het wordt nu, dus dit wordt nu slecht. Het is echt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Net zo zonnig, maar ook veel warmer. Dus we gaan op tijd naar beneden en we gaan lekker op het terras zitten. Wij zitten lekker aan een biertje op het terras. En deze moekje. En ja, het is ook al vrij rustig op de piste, want het is nu niet meer al te best, zoals je misschien wel kunt zien. Het was echt super pap net, dus we dachten lekker even omkleden. Dan gaan we zo even boodschapjes doen, een souvenirtje voor de kids, pinnen. En dan eten we vanavond lekker iets simpels thuis. En ja, morgen alweer onze laatste dag. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En wij gaan even lekker de sauna in. We zagen de hele tijd sauna dat die gesloten was. Maar wat we al dachten, is een hele groep scholieren binnengekomen. Gisteren of eergisteren. En we dachten al dat dat de reden was dat het zwembad dicht was. En dat hij eigenlijk niet dicht is, maar dat de scholieren er gewoon niet meer op mogen. Maar wij nog wel. Dus dat is fijn. Dus wij gaan nu lekker de sauna en het zwembad in. Waarschijnlijk alleen de sauna. Dus. Man lief heeft heerlijk gekookt. Gewoon een simpel soepje met extra groenten erin. En aardappel. Broodje. Dit is dus mijn lievelings. Die worteltjes in vinaigrette. Wijntje erbij. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb mijn haar weer in twee super charmante vlechtjes gedaan. Maar goed, dat is nou eenmaal praktisch als ik aan het skiën ben. Meest praktisch. Ik heb echt nog steeds verdomde pijn in mijn ogen. Ik heb alweer enorm lopen janken. Nou ja, goed, het is echt... Er zit nu nog wat concealer, maar het hurts. Ik zat ook wat te kijken of het een bijwerking was van een medicijn wat ik nu neem. Maar ik kon het ook niet echt vinden. Ja... Flikkeringen en zo, nou dat heb ik niet. Maar goed, wij gaan zo lekker de berg op. Ik neem jullie niet mee, want wij gaan gewoon even lekker zonder camera skiën. En ja, dan gaan we nog even lekker in de zon zitten. En dan vanavond gaan we een pizzaatje halen. En inpakken. Natuurlijk nog even naar de sauna, het zwembad. Dus ja, lekker laatste dagje. Wij eten vandaag pizza. Inmiddels gedoucht, haren gewassen, verder geen make-up meer op. Ja. En we zijn aan het inpakken. Tenminste, eigenlijk heb ik het grootste gedeelte ingepakt en de rest van morgen. En nu gaan we pizza eten. En dat is het favoriete restaurantje hier. Ik zal hem even openmaken. Mijn laatste zondiging. 4 kazen. Nou, wat heb jij? Oh, kijk eens. Zo. Hot sauce. Wat is dat voor een pizza? Quattro stagioni. Eet smakelijk. Goedemorgen. Laatste zicht op de mountains vanuit onze slaapkamer. Het is 5:15. We hadden bedacht dat we een beetje op tijd gaan rijden, want we hebben een lekker hotelletje straks. We kunnen daarna nog even goed relaxen en dan gaan we morgen ook op tijd weer rijden om bij de primaties te zijn. We hebben wel ontbijt daar, dus we gaan wel even een ontbijtbuffetje doen. Maar dan is het nog 3,5 uur rijden, dus dan zijn we voor de lunch als het goed is. Maar goed, vandaag moeten we een stukje langer rijden, een uurtje of 8. Waarschijnlijk doe je er dan 8,5 of zo over. Volgens mij 7,5, dus ik denk dat we er 8,5 over doen ongeveer. Eventjes plaspauze, benen strekken, tanken. Dus broodjes voor mij. Ik ga nu een broodje eten, anders ga ik kotsen in de auto. Dat moeten we niet willen. We zijn nog even aan het afspoelen. Ik was eigenlijk al om 5 uur wakker. En toen kon ik nu slapen. Maar toen dacht ik, Sven moet goed slapen, want die moet rijden. Dus ik dacht, ik blijf liggen. Maar goed, ik ben er 5:45 uitgaan en gedoucht. Nu ga ik eten. En ja, dan was het alweer. Goed, neem hier mee. De route. Wij zijn in Luxemburg en zoals iedereen staan wij te tanken. Dat betekent dat we over 5 minuten bij het hotel zijn en het is 2:30. Dus we zijn lekker op tijd. Ja. Dat is heel fijn. Ja, je weet natuurlijk nooit of de reis voorspoedig gaat. En nu denk je, ja, we hadden nu ook nog door kunnen rijden naar huis. En dan waren we nog steeds redelijk op tijd geweest. Maar ja, dan is het eigenlijk net bedtijd voor de kids. Dus dat is misschien heel onhandig ook. Of we hadden nog iets verder een hotelletje kunnen doen. Dat we morgen nog kort hoefden te rijden. Maar ja, goed, we hebben nu al dat hotel. Ik bedoel, we kunnen dat nu ook niet meer. Ik bedoel, we hebben daarvoor betaald. Dus we gaan nu ook niks anders meer doen. Maar goed, het is fijn dat het zo voorspoedig ging. We zijn natuurlijk ook heel vroeg vertrokken. Maar ja, Luxemburg. Ik zie eigenlijk een Mac en ik heb er best wel zin in. Maar ik denk dat ik Sven daar niet voor kan enthousiasmeren. Maar goed, we zijn zo bij het hotel. Wij zijn in het hotel aan het zoeken naar onze kamer. Hier. Nummer 14. Dat zei ik volgens mij. Nee, 114. Oh, wauw, kijk eens. Oh, oh, kijk eens. Oké, fancy. Oké. Zo, nu zien we het even met licht. Maar dit is... Oké, dit is spiegel. Hier zit denk ik het toilet. En ik denk dat je, als je gaat douchen... Oh, dit... Oh, dat is de badmat. Ik denk... Het is de douche, maar ik denk dat je hem dus echt zeg maar hier ook weer dicht kan klappen. Er zit hier van die Tesla snellaadpunten. Dus, dat vindt Sven leuk. Ik vind Sven leuk, al een paar maanden. Ik heb net even gesport. Hier gewoon op de kamer, want ik heb geen sportspullen bij me. Sven wel. Dus ik heb gewoon in mijn ondergoed gesport. Dat kan ook. En nu zit ik heerlijk in de zon. Kijk. Ik heb gewoon het raam open staan. Dus de zon, waarom niet? Ik heb alleen allebei mijn boeken uit, dus ik ga lekker een tijdschriftje lezen. Want ja, dat kan natuurlijk ook. Nieuwe mensen, hallo. Nu ga ik een oude glamour lezen. In de zon, lekker. Wij hebben badjassen gekregen. Tenminste, gekregen. Wij mogen badjassen gebruiken. En we gaan nu lekker de sauna in. Ik ben weer terug uit de sauna. Echt veel sneller dan Sven, want ik ging echt helemaal stuk. Maar ik denk dat ik niet genoeg gedronken had of zo. Want ik dacht echt, oh mijn keer. Sowieso kan ik niet heel goed tegen sauna's. Ik vind het wel heel lekker, maar ik kan er niet heel lang in. Maar goed, dus Sven zit er nog even. Sven heerlijk gedoucht met Rituals producten die hier staan. Kijken of ik jullie neer kan zetten. Nou, kan maar even zo. En ik had dus geen body lotion. Ik heb... Ik had daar wel een fles bodylotion gehoord. Ik was gewoon bodylotion vergeten. Ik heb echt zo'n droge huid. Dat kan ik gewoon niet aan. Dus ik had daar bodylotion gekocht. Maar ja, dat was zo'n grote fles. En ik dacht ook, ja, moet ik hier nou weer mee terug te slepen. Dus die heb ik daar laten staan. Maar ja, dan had ik hier dus natuurlijk ook niks. En meestal hebben ze wel iets in het hotel. Maar dit is alleen maar shampoo en bath en shower gel. Dus ja, dat heb ik niet. Dus dat ga ik niet als bodylotion gebruiken. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik had nog zonnebrand. Gewoon voor je lijf. Factor 30. Nou, die heb ik lekker als bodylotiontje gebruikt. Zeker. En nu, ik zei tegen van joh, blijf jij maar lekker. Want ze hadden 2 sauna's en nog een stoomding. Een stoomding moet ik met mijn astma helemaal niet doen. Maar ik zei joh, ga jij maar lekker in die sauna. Ik ga gewoon lekker douchen en tutten en dat maakt niet uit. We gaan straks lekker een hapje eten. En we kwamen net tot de conclusie dat vanavond de klok een uur vooruit gaat. Dus dat we een uur minder slaap hebben. Maar goed, dat is niet erg. Maar dan weten we dat. Het is goed dat we het in de lift zagen staan. Want we hadden het zelf niet zo scherp. Nog even checken of het inderdaad zo is, maar ik vrees van wel. Ik heb een aantal dingen nu op mijn hoofd gesmeerd. Ja, het zijn allemaal dingen die ik ooit een keer in een pakketje of zo heb gekregen. Shiseido Ibuki Refining Moisturizer. Deze. En dan de Monu Illuminating Primer met SPF 15. En ja, deze heb ik niet in een dingetje gekregen, maar dit is de Hello Mirror Here's Cas My Age Eye Cream van de Hema. En dat ga ik lekker in laten trekken. En dan, ik ga denk ik even tv kijken, ze hebben hier zowaar Engelse zenders. Wij zitten in het restaurant en dan krijg je nu net dit en een brood en botertjes. Oké, Sven heeft een kleine zieversalad. Hou je hand er eens naast hem voor het effect. En Sven heeft grote handen. En ik heb een pasta. Goedemorgen. Het is van zondag en wij staan in de lift en we gaan even ontbijten. Klok is een uurtje vooruit gegaan. Kijk, zo kwamen we erachter. Lekker op de hoogte. En nu gaan we lekker ontbijten. Ik heb net lekker een broodje gehad met scrambled egg. En nu ga ik fruit met zaden en pitjes. Wij gaan er vandoor. Ik maak me gewoon op in de auto. En ja, nu wel echt heel veel zin om de kindjes. Nou, ik had het sowieso al, maar nu ben ik echt, oeh, ik wil de kindjes zien, nu. Maar goed, we moeten nog een stukje rijden. En dan kunnen we ze knuffelen. We zijn ook heel benieuwd. We hadden het al over. Sowieso, ik heb mijn ouders ook al een maand niet gezien. Ik begreep dat mijn vader er niet is, maar mijn moeder is er wel zo meteen. Maar sowieso, zeg maar, mijn ouders die zijn ruim 3 weken weg geweest voordat wij op vakantie gingen. En die kwamen terug toen wij al weg waren. Dus ik heb mijn ouders ook al ruim een maand gezien. Dat is voor mij heel gek, want ik zie ze meerdere keren per week. En ik spreek mijn moeder nou ja, bijna elke dag. Dus het is ook heel leuk om die weer te zien. En, zal ik er even op lekker goed. En ja, en ook zeg maar, we zijn natuurlijk nog nooit zo lang weg geweest zonder de kids. Dus ook gewoon hoe reageren die erop. Ja, Niels zal super enthousiast zijn. Ja, wat denkt Elin? Nou ja, goed. Ik ben heel benieuwd. En nou, Mits, Mits is nooit boos als we weg zijn geweest. Die is altijd heel blij als we er weer zijn. Dus ja. En ze was echt, de laatste tijd lag ze gewoon weer de hele tijd heerlijk bij ons. Dus ik hoop dat ze dat nu ook gewoon weer lekker gaat doen. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik heb een basic grijs jurkje aan en een legging eronder. Wij zijn weer herenigd en Elin kan zitten zelf. Dus we zitten even lekker buiten. Ik heb zo ongeveer niet meer gefilmd sinds we thuis zijn. Maar ja, we zijn dus weer thuis. En dat is ook heel fijn. Net als dat de vakantie heel fijn was, is het ook gewoon echt weer heel fijn om thuis te komen bij die 2 kleine frummeltjes en deze kleine haarbal. Emmy Wendt. Mits is ook heel blij. En ja, we hebben lekker ons bedje opgemaakt. Lekker schoon bedje. Ons eigen bedje. Gewoon dat Sven's benen erin passen. Ook wel lekker. Sven's benen passen namelijk niet in een 2 meter bed. Dus wij hebben volgens mij zelfs 2,20. Maar 2,10 is wel zeg maar de bare minimum. En wij hebben 1,60 breed. En op vakantie hadden we, nou het was echt max 1,40 breed. In het hotel hadden we nog breder, iets van 1,80 of zo. Maar we hadden dus echt super smal. Het zou zelfs 1,20 kunnen zijn. Wat het was. Het was echt mini. En dan dus, nou hooguit 2 meter lang. En dan steekt Sven gewoon uit. Maar goed. Dus we gaan heerlijk straks slapen. Het was echt een beetje, het was echt, ja, echt heel leuk om de kids weer te zien. En ik had Niels al even aan de telefoon toen we nog in de auto zaten. En dan ja, zodra ik ophang heb ik al, nou ja, echt een hele erge brok in mijn keel en een traan in mijn ogen. En ja, dat laat ik hem natuurlijk dan verder niet merken. Want dat, ja, daar is hij nog een beetje te jong voor dat zijn moeder had huilvogel. Maar nee, ik was echt super blij om. Hij klonk al zo wijs weer aan de telefoon. We hebben hem 1 keer gesproken tijdens de vakantie. Dat was ook wel heel fijn. En nou, hij snapte het ook. En ik zal even laten zien dat ik afteldingen gemaakt. Ik had. Dit gemaakt en er stonden dan de dagen op dat wij weg waren. En dan kon je dus elke dag een sticker plakken. Dus hij zei ook aan de telefoon, toen ik hem vanmorgen aan de telefoon had, of ja, het was vanmorgen, het was denk ik uur of 12 of zo. En toen zei hij ja, want alle stickers zijn geplakt. Dus toen wist hij ook van, oh, dan komen ze thuis. Dus hij was heel blij om ons te zien. En nou ja, Elin ook helemaal blij. Maar goed, ja, die vond het natuurlijk allemaal prima. Maar ja, ik merkte wel echt aan Niels dat hij het gewoon echt ook heel leuk had gehad. Dus dat het niet, mijn moeder zei ook van, ja, hij had het natuurlijk wel vaak over het stickers plakken. Dat hij vaak stickers wilde plakken. Maar ja, het was niet dat hij de hele dag huilend om zijn ouders vroeg. Dus dat was heel fijn. Ja, dus dat was onze vakantie. Dus ik hoop dat je de vakantievlogs leuk vond. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij weer een nieuwe normale vlog. Doeg, dankjewel, doeg!